We staan hier in het midden van fase 1 van het sabelpalmpark. De sabelpalm is een ontzettend belangrijke palm die nergens anders ter wereld voorkomt dan op dit eiland. Er zijn nog maar heel weinig van deze soort over, dat wil zeggen 25 volwassen exemplaren. We zijn nu op dit moment bezig met de bescherming door middel van het omheinen van het gebied om ervoor te zorgen dat de grazers zoals de ezels en de geiten niet langer erbij kunnen komen. Daarnaast proberen we funding te krijgen, geld, om een veel groter gebied te kunnen omheinen en ook onderzoek te gaan doen en wandelpaden en onder andere toerisme toe te staan in het gebied.